Nee, al weg wakker. Ja. Ja, wel laatst werk, ja. En dan 1 juli op 67. Nou, Henny, gefeliciteerd met ja, deze mijlpaal. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Wist u daarvan? Dat vind je, dat met pensioen goed, ja, vind ik wel. Dat wist u wel. Maar dat het zo'n feest zou zijn. Ja, nee. Nee? Feest moet nog komen? Ja, doe. Nou, hoe ga je dit vieren dan? Oh, ik geloof dat ik mijn karabier op tafel zet nu. Nou ja, dat is wel een makkelijk feest. Ja. Ja. En iedereen blij? Ja, die ook. Ja. Nou, vanaf 23 oktober, vorig jaar 2 dagen in de week. Ja, want ik heb een hoop juden staan en die heb ik opgemaakt. Dus ik deed alleen dinsdags en woensdags werken. En was dat over een jaar of 3 deed ik meer aan de generatieregeling. Dat was bij de gemeente. En dat was dus 80% werken, 90% uitbetaald en 100% pensioenopbouw. En dan hadden we donderdagsmiddags en vrijdags vrij. Nou, en op een gegeven moment, vanaf oktober ben ik dus. Dit zijn de woensdags gaan werken. Ja, het is, ja, ik zal ook zeker gemist worden. Ik bedoel, Henny doet de kokkerellen in de middag, zeg maar hier. Hij zorgt voor de warme hap. Dus dat zal ook gemist worden. Ja. Is er al een opvolger? Ik zal het niet weten. Hij heeft een paar dagen iemand met hem meegehad wie ingewerkt moest worden. Maar wat er verder van uitkomt, dat weet ik niet. Dat zou de baas moeten vragen. Ja, want iedereen, Henny maakte onder andere de hondenpoepsbakken schoon. Het is natuurlijk een heel smerig karweitje. Daar krijg je niet zomaar iemand voor Nou, ik heb het 1 keer voor hem gedaan, de zomerdag. En ik ben aardig wat gewend in het pestenduo. Maar het is niet echt het leukste werk, vooral de zomerdag niet, nee. Ja, en als het allemaal netjes in de hondenpoepzakjes gedaan wordt, is het nog daaraan toe. Maar die hondenpoepbakken die zien er soms echt niet uit. Is dat zo? Nee, het is echt niet het schoonste werk. Maar hoe lang doet u dit werk al? Oh, ik weet niet hoe lang dat hondenpoepbakken is daar. Oh, 15 jaar. Hoe lang is dat? Je moet dat weten, want je bent niet de gemeente. Dat heb je nog waar ik dan. Met Henny is het altijd feest, laat zo zeggen. Ja. En Henny is echt wel een man die voor iedereen klaarstaat. Je zult hem nooit horen klagen. Maar goed, het is, hij zou wel gemist worden. Zeker weten. Ja, 5 miljoen jaar heb ik dus gewerkt. Dat was 1 april 5 miljoen jaar in dienst. En vooral bij 5 juli hadden we een afscheidsfeestje. Een andere collega die is in 24 april gestopt, Gerard Smit. Nou, en daar ook dan samen met een collega een afscheidsfeestje. Ja, ik hoef zaken 100 poepbakken. En er staat zo'n beetje 145 staande jaars bij op 2 dagen over. Dus maak hem 2 keer. Dinsdags en woensdags maak ik hem leeg. Denk ik nu of 2:30, 2:45. Nou, dat wordt allemaal aan het afvalpunt gebracht van langs al. Ja, en wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Want dat weet niemand. Je doet dat weet ik niet. Het gaat naar Borgen. Naar een verbrandingscentrale. Dus dat weet ik wel, maar wat ze mee doen, bedoel. 700-800 kilo hakken wij in een week. En en er zit ook op zijn minst een paar honderd kilo in de afvalbak, zeg maar 1000 kilo in de week. Als ik in huis kom, even met de hond even handelen, dan moet ik naar boodschappen. Je hebt andere kleren aan en dan ga ik boodschappen doen. Ja. En dan zie je wel. Ja.